Nou, het is vandaag uh, de 24ste, 24 februari. Uh, nou ja, Je ziet het, de hele woonkamer is één bende, we eten ze wat in de vensterbank. Ik moet daar heel ongemakkelijk op de grond zitten voor mijn computer. En. Nou, de Open Haard, dat is een soort mini-keuken geworden. En hier ligt vanaf de tv tot aan de keuken, ligt, keukenraam ligt het helemaal vol met dozen en troep. Nou ja, troep uh, spullen. Want morgen komt onze, wordt onze nieuwe keuken geplaatst. Dit is het. Het is uh, heel mooi spul, absoluut. Maar het staat echt helemaal vol. Tot hier. Nou, uh, je kan het niet zien, maar ik heb deze muur is uh, gestuukt, uh, In de voorstrijk gezet, gewit. Ge die zwarte plek die je daar nou ziet, dat is schaduw van deze doos. Dus dat. Uh, ik schrok er even van, maar dat is dus niks ergs. Nou, verder heb ik de kozijnen geschilderd. Dat was ooit een keer wit. En dat zag eruit. Zoals deze luikjes. Die gaan verdwijnen, die luikjes. Dus daar doe ik niks meer aan. Nou, voor de rest, uh, ja, is het toch wel, uh, ziet het er toch wel heel goed uit. Die kouf Die heb ik ook ge geverfd, gewit. Spotjes die hangen erin. Daar uh, komt een nieuwe afzuigkap. Nou. Het, het ziet er echt goed uit. Tenminste de, het witte. Hier beneden waar niks gebeurd is. Ja daar komen natuurlijk die achterwanden van de keuken voor te zitten. Ziet er niet uit. Maar daar zie je straks natuurlijk helemaal nooit meer wat van. Nou maar als ik dus nou even hier ga staan. Dan kan je zien dat uh, de dozen opgestapeld staan tot bijna aan de deur, tenminste tot aan de televisie. Je kan je kont niet keren. Maar ik ben niet helemaal klaar voor vandaag. Of gisteren. Dus ik doe vandaag hier lekker niks. Ik ga lekker een beetje in de keef klungelen en op het dakterras. Dat, uh... nou ja, ik ga er maar een beetje vanuit dat het ergste winter weer voorbij is. Dus ik kan buiten dus lekker gaan opruimen. De lamp is gelukkig heel gebleven. Daar was ik een beetje huiverig voor. Maar oh ja, verder uh, is het gewoon een ongelofelijke band in huis. Maar ja, daar kan niemand wat aan doen natuurlijk. Ik hoop dat we zaterdag weer lekker samen in de keuken kunnen eten. Dan nou moet ik er wel bij zeggen dat Joke, eh, ondanks dat we geen keuken hebben, al een week niet nou, dat Joke het toch iedere keer voor elkaar heeft gekregen om een lekkere hap eten op tafel te zetten. Ze had van tevoren al een heleboel gemaakt en ingevroren. Dingen die zo in de oven en in de magnetron konden. Dus dat vond, dat vond ik toch wel erg cool. Dat, eh, daar was ik wel erg blij mee. Ik had al zoiets van: nou, dan ga je een hele week junkfood zitten te eten. Maar we zijn ook een keer bij Mark en Jolanda geweest eten. Twee keer al. En vanavond gaan we bij Marije eten. Dus ja, omkomen van de honger doe ik nou ook weer niet. Maar ik mis toch wel een beetje je aardappel eerlijk. Nou, dat was hem. Bye bye.